2013, Job ziet er zo fucking jong uit. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Ik ga iets superleuks weer doen. Dat sowieso. Ik doe altijd iets superleuks. Of niet dan? Is het altijd leuk? Yes! Ik ga vandaag niet reageren op kutreclames. Ik ga niet mijn eigen video's terugkijken. Ik ga niet allemaal... Ik heb weer iets nieuws bedacht. Ik heb weer iets leuks bedacht. Namelijk, wij zijn YouTubers. Ik ben een YouTuber. En ik heb beschamende video's online staan. En de reden waarom ik die nog online heb staan, omdat ik denk, fuck it, weet je? En het maakt me niet uit. Want het... Wow, ik heb echt een jeuk op mijn neus. Als je trouwe kijker bent van de Kelvlog en al door de jaren heen, weet je dat ik altijd chronisch jeuk heb aan mijn fucking neus. Ah! Wow. Maar goed, ik ben niet de enige YouTuber die dat heeft. Andere YouTubers hebben dat ook. En ze gaan me waarschijnlijk vermoorden hierdoor. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van, yo, welke overtreding bega ik dan? Want deze video's staan gewoon op jouw kanaal. Dus iedereen kan ze checken. Snap je? Ja. Oké, goed. De eerste YouTuber die ik ga kijken. De eerste YouTuber van wie ik de eerste video ga kijken is Nathan. Nathan is een Belgische YouTuber. Eén zit heeft 200.000 abonnees. Nathan, fucking legend. Fucking, ik probeer nu... Ik ga elke YouTuber gewoon complimenten geven voordat ik zijn video ga bekijken. Want daarna maakt hij me waarschijnlijk kapot. But I don't give a shit. Nathan, je bent een legende. Maar goed, we hebben allemaal onze eerste video's. Dus... Ik ga dit gewoon doen. Ik bedoel, deze video staat gewoon nog online. Dus we kunnen wel doen alsof hij niet bestaat. Maar hij bestaat gewoon. So I'm going look at it. And I'm going be laughing. Intro on point. Even je intro voor... Wanneer komt deze? Oktober, 21 oktober 2013. Prima introotje. Niks mis mee. Yo YouTube, Ace it here. Yeah, man! You look good! It's so good, it looks so good. En dit video gaat allemaal, zoals jullie kunnen lezen in de titel, om een nieuw begin van mijn kanaal. Het is lang geleden dat ik video's heb gemaakt. Yeah! Cute as fuck! Ik weet zeker dat iedereen die nu kijkt zit echt... Ik ben actief geweest op YouTube, op gelijk welk sociaal netwerk, niet op Facebook, niet op... Ik heb niks anders. Dit is zo mooi, Nathan. Wow, het is zo mooi. Hij was gewoon geforceerde comedy, was dat, maar het was super grappig. Dus het stukt allemaal een beetje in elkaar. Ik moest allerlei stomme dingen doen, zoals dit fucking boek lezen voor school. Allemaal andere dingen. Ik moest stom patatjes eten, zoals jullie hier kunnen zien. Hey jongens, ik heb een tijdje geen video's meer gemaakt, want ja, ik moest patat eten, dus sorry. Hey, good story bro. En het mooie vind ik ook, je ziet de intense haat die hij al had. Hij had de haat aan school, had hij gewoon al, toen hij nog niet eens op school zat volgens mij. Maar even serieus, Nathan, what are those? It's so fucking funny, I love his shit. Gameplays wat ik op mijn PlayStation speel. What was that? Als hij dat wil, zoek op internet PlayStation Dream Holland die freaker of zo. Oh, shots fired, man. Shots fired. You're doing good for yourself. You're doing fine for yourself. Oké, ik ga even door naar het einde. Heel goede reden geven hoe het komt dat ik even geen video's heb gemaakt. Daarna vliegen we erin, hè. Dus ik had GTA 5 gekocht in een coole hoesje met die mooie vrouw op. En ik had mijn mooie PlayStation Drive van Sony. Hier zien jullie het. GTA 5. En ja. Dit is zo goed. Dit is zo fucking funny. Ik had die dus gekocht en dan een mooie nieuwe PlayStation 3. En ik probeerde die daarin te steken. En dat ging gelijk. Diepe buiging. Diepe buiging voor you, man. Dus ik probeer een keer anders. Ah ja, die pakt aan. Ik dacht van yes, ik kan hier GTA 5 spelen. Ik kan weer gameplays maken. En dat gebeurde niet. En die beweegt niet meer. Ik had een nieuwe PlayStation. Oeh, legendarisch. En ja, dat sukte gewoon. En ja, die zat daarin vast. En ik was echt angry aan het worden. In de Nataalman shop vinden wij deze keer de honkbalknuppel met mes. Aan een spotprijsje van 19,9. Ja, I don't know what it is, maar ik vind het echt fantastisch. Dit is echt zo fucking goed. Oké, Nathan, you passed the test. You done good. De meeste eerste video's van YouTubers zijn echt
cringe, maar deze is gewoon grappig. Ik vind het gewoon, probeer niet je billen te likken nu. Oké, de allereerste video van Stuk TV. I'm gonna get sued for this. Ze worden zo fucking boos op, maar dat weet ik nu al. Weet je wat hier raar aan is? Stuk TV, de allereerste video van Stuk TV is geen Stuk TV video. Het is iets. Ik ga het gewoon laten zien. Hey. Het is een parodie. What the fuck? Ik zoek een feest. Ik ga het een keer weer als een beest. Ik betaal met de beat. Loop dus naar binnen en een nieuwe fake. Yeah. Dit is wie ik ben. Super heet en zonder hem. Stuk featuring Jeroen V. En het mooie hieraan is, er is een videoclip bij. Deze video is 58.000 keer bekeken. Mijn video wordt waarschijnlijk ook ongeveer zo vaak bekeken. Dus they don't have anything, homie. Prima productie hoor. Gewoon een truck geregeld, gewoon chicks geregeld. Fucking prima. Niks aan de hand. Ik zoek een feest. Ik ga het een keer weer als een beest. Yeah. Ik betaal met de beat. Roep eens naar binnen en een nieuwe freak. Yeah. Dit is wie ik ben. Yeah. Super heet en zonder hem. Yeah. Homies vinden mij een grote L. Yeah. Ik lijk op James Bond, maar dan met stijl. Hey. Ik ben sexy en ik weet het. Wait! I think I just saw Giel. I think I just saw him. Yeah, there he is. Hey, Giel! Giel van Stuk TV is in this movie. Hoe is het mogelijk, gek? Diepe buiging, wederom. Wie is deze man? Wie is Jeroen V? Oh yeah, look at Giel. Kijk deze mannen! Ja! Deze mannen staan achter hem en Giel is er een van. Ik heb echt het gevoel dat Giel gewoon deze clip heeft gemaakt of geproduceerd of zo. En dacht, ah fuck, een van de mannen is niet komen opdagen. Nou ja, dan pak het. Dan doe ik het zelf wel. Oké, prima, dan doe ik het zelf. Oké, de volgende eerste video van een YouTuber die ik ga kijken is van... Doe maar gamen! Yes! Oh shit! 2013, Job ziet er zo fucking jong uit. Job speelt even Happy Wheels. Nou ben ik ben de meest... Ik weet niet hoe gamen werkt. Ja, ik weet wel hoe het werkt, maar ik ken heel veel games. Ik heb wel eens gehoord van Happy Wheels. I don't know what the fuck it is. Ik ben benieuwd. Job, je zei dat je het geluid ging uitzetten. Waarom heb je het geluid niet uitgezet? Job, why man? Why didn't you put out the sound? Nu moet ik luisteren naar de muziek. Fuck that. Ja, dit is de eerste video op mijn gamekanaal. Oh, het is uit. Oké. Ik wil kennen van Hexen in Gmail. Mijn hoofdkanaal. En dit is dan mijn gamekanaal. Laten we beginnen. Wow. What the hell? Nee, dat hoort niet. Dat hoort niet. Dan hoort dat dus helemaal al niet. What the fuck? What a... Ik ben een aardappel. Ik ben een aardappel. Oh nee, shit. Ik ben een aardappel. Zijn gezicht, zijn face toen dat gebeurde, was precies hoe ik me voelde. Zijn entertainment level is best aanwezig. Hij heeft gewoon best wel gevatte grapjes gewoon. Als hij het gewoon wat beter had geëdit, dan kwam een grapje gewoon beter aan. Met die aardappel bijvoorbeeld had hij gewoon zo moeten editen. Nu ben ik een aardappel. Laten we verder gaan. Ja, dit gaat gewoon 13 minuten door. Ik kan hier heel erg lullig over gaan doen, maar het is gewoon een gaming video. Het is gewoon een ik weet niet hoe oud Job hier is, maar laten we even stellen dat hij 15 is of zo hier. I don't know. Nee, hij is jonger. Weet ik veel. 38. Stel dat Job hier 38 is, dan heeft hij nog voor een 38-jarige heeft hij best wel een normale gaming video. Gewoon prima. Dus ik kan hem wel gaan roasten nu, maar het is gewoon wel geinig. Tot zover deze video van YouTubers. Hun eerste video. Sorry YouTubers dat ik jullie video's heb gebruikt. Don't sue me. Nee, ik wil nog blijven leven graag. Dankjewel. Geef duimpje omhoog. En abonneer. Volg me op Snapchat. Tot de volgende keer. YouTube's.
verdienen natuurlijk geld. Ik verdien ook geld met YouTube, dat kan ik heel eerlijk zijn. Anders zak ik geen tijd, anders zak ik nu op school. And that wouldn't be good. Nope, it wouldn't be good. Maar er zijn nogal verschillende opvattingen over hoe YouTubers daar geld verdienen. En sommige, wow, what the fuck gebeurt hier? Oh, dat was een reflectie van de boot. Holy shit, ik dacht, wow, Jesus is upon us. Jesus is upon us. Ah.